Fuck them, mate. Dit soort kleine diertjes roven altijd met een lichte gasnarcose. Dat is eigenlijk omdat we echt maar heel kort gaan onderzoeken. We willen even kijken of ze helemaal gezond is. We doen een testje op de oogleden voor de tuberculose. We gaan even kijken of ze toevallig zwanger is. Dat zou ook nog kunnen. En als dat niet zo is, krijgen ze een prikpil. Want als het goed is, gaat ze straks samen met een mannetje van ons. En eigenlijk is ze dan zo snel mogelijk weer wakker met die gasnarcose. Die wast gewoon weer snel uit de longetjes. En dan was ze zo snel mogelijk ook gewoon in een mooi verblijf bij ons. Nou, ze ligt op de rug nu. Ademt heel rustig. Dan leggen we even over op het mondkapje. Nou, het is een vrouwtje, maar dat wisten we eigenlijk al. Toe. Ja, zit erin. Dan maar snel weer aan het maskertje. Ze krijgt in ieder geval vast een vaccinatie. Dat is tegen Yersinia pseudotuberculose. Dat is een infectieziekte waar dit soort kleine aapjes heel ziek van kunnen worden. Nou, de ontworming. De mest hebben we sowieso al afgenomen om te onderzoeken op parasieten en op bacteriën. Zo kleintje. Ja, dat klinkt wel goed. Kleintje. En wat ze hier eromheen heeft zitten. Een vieze geit. Ik dacht dat hier een vieze tand zat, maar ja. Dat valt mee. Ik denk dat ze iets plakkerigs gegeten heeft. Nou, verder ziet het er goed uit. Ze is een volwassen diertje. Mist hier ook een kiesje. En het is de anticonceptie. Ja, nog eens in het kiesje. Helemaal klaar. Nou, dan wordt ze eigenlijk zo binnen een paar seconden, misschien een minuut, wordt ze wakker. Het gaat heel snel. Zo gezien. Eentje. Goed zo, nou, hij begint nu wel wakker te worden. Doe het krepje zo dicht. Ja, je mag er zo uit. We gaan je zo een grijs geven. Nou, nu nog eens dicht. Gaan we er weer naar grijs brengen? Die heeft als het goed is een mooi verblijfje voor haar klaar. Ik ben het verblijf aan het klaarmaken voor Citra, onze kleine dwarszijdeader die net is toegekomen. Ze heeft net haar medische behandeling gehad, dus ze is weer wakker geworden. Dus ik ben nu even nog wat eten aan het klaarleggen voor haar. Wat meelwormpjes, wat bananen en een stukje witlof voor haar. Zodat ze haar nieuwe verblijf lekker kan verkennen en iets kan eten na de lange rit. Citra zit nu in haar nieuwe verblijf. Ze kan het nu allemaal een beetje verkennen. Je ziet dat ze heel voorzichtig is. Dat is natuurlijk normaal als je in een nieuwe omgeving komt. We hopen dat ze straks iets lekkers gaat eten en wat kan drinken. En dan uitrusten van de lange rit en de medische behandeling.
En binnenkort natuurlijk hopelijk een leuk vriendinnetje van Kras.